Waar vinden wij meneer De Witte terug op de dag van een wedstrijd? Op de dag van de wedstrijd, ja, dat mijn wedstrijd, als de wedstrijd om 8 uur is bijvoorbeeld, mijn wedstrijd begint om 4 uur. Ja. Dus dat betekent dat ik dan zenuwachtig begin te worden. En een beetje onbereikbaar, trouwens ook voor de familieleden die dan dikwijls nog een keer iets tegen mij zeggen, maar ik hoor het eigenlijk niet goed meer, omdat ik op dat moment met mijn volle gedachten al bij de wedstrijd ben en bij een beetje bij hoe gaat het verlopen en welke zijn onze kansen en wat zou er kunnen tegenslaan en hoe gaat de ploeg staan en al van die dingen. En dan rond 5 uur vertrek ik dan naar het stadion, waar ik meestal wel een paar genodigden heb. Maar om eerlijk te zijn, mijn aandacht is ik probeer mijn aandacht heel sterk bij die genodigden te houden, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Je bent met die wedstrijd bezig. Je bent met alles bezig hier rond de organisatie, want je wordt toch regelmatig ook geconfronteerd met allerlei zaken die zich voordoen. In de veiligheid, bijvoorbeeld bij iemand die je goed kent en die niet binnen mag, en die probeert je dan te contacteren. Van alles en nog wat van aangelegenheden waarmee je belast wordt. Ik probeer dat dan wel door te geven, uiteraard aan de mensen van de staf. Maar je wordt er dan toch maar mee overvallen. Onlangs was er juist voor de wedstrijd een elektriciteitsprobleem in de hoogspanningscabine. Ja, dan word je daar ook mee geconfronteerd. Dus je hebt tal van zaken die je belasten en waardoor dat de genodigden eigenlijk misschien niet de aandacht altijd krijgen die ze zouden moeten kunnen krijgen. Maar goed, je bent voorzitter, je bent op het laatste van de rit ben je verantwoordelijk voor alles. In de relaties ook met de pers en dat soort toestanden. Dus ik ben eigenlijk tot de wedstrijd heel druk bezig met de voorbereiding, met de wedstrijd zelf en alles wat daar rond is. Dan vind je mij meestal terug in de tribune. En dan probeer ik het vol te houden tot het einde. Maar soms zijn er wel eens wedstrijden die zo spannend zijn of die mij zodanig bezighouden. Of zodanig een beetje mijn bloeddruk doen stijgen waarschijnlijk. Dat ik soms wel een keer 5 minuutjes voor het einde zo onzichtbaar mogelijk, maar ja, de mensen weten het ondertussen, dus het is bijna niet meer onzichtbaar. Probeer toch wel een beetje afstand te nemen en het einde van de wedstrijd op een andere plaats, maar die ga ik niet meedelen, door te maken zodanig dat ik een beetje met mezelf alleen kan zijn naar het einde van de wedstrijd toe. En na een wedstrijd, wat doet u dan? Na de wedstrijd ga je bij de spelers toch eens, als het goed geweest is, ga je samen vieren. Als het niet goed geweest is, ja, dan probeer je toch met die spelers toch wat te spreken. Want de week nadien hebben ze weer een wedstrijd. Vroeger durf ik nogal eens na een wedstrijd mijn emoties uiten, maar dat doe ik niet meer. Ik denk dat dat ook niet nuttig is. Meestal moet je ervan uitgaan in 95% van de gevallen, wat de supporters ook mogen denken, dat ze er hard voor gewerkt hebben en hard voor gestreden hebben. Maar goed, dat een aantal zaken misschien niet meegevallen zijn of niet geklopt hebben of dat je een paar ongelukkige momenten gehad hebt. Wezen uit de bal op de paal, hè. Ik zeg zomaar iets. Een strafschop die niet gefloten wordt of dat soort toestanden en die een beetje destabiliserend werkt. Ik denk dat het dan goed is dat een voorzitter ook begrip heeft voor die zaken. Want ik kan u toch voor zeggen, na zo'n wedstrijd is er ook in de kleedkamer heel veel emotie bij de spelers. En dat heeft mij toch geleerd dat ze eigenlijk er allemaal wel hard willen voor gaan. Maar goed dat er omstandigheden zijn waardoor de een en ander niet meevalt. Het is zeer uitzonderlijk dat je moet zeggen dat ze zelf oorzaak zijn geweest van bijvoorbeeld een slechte uitslag. Dat gebeurt wel een keer, maar dat is zeer uitzonderlijk.